Deze straal van Markelo, we zijn alweer op de zondag aangekomen. Ik stelde jullie afgelopen vrijdag al de vraag van hoe gaan de acties voor jullie eruit zien in dit weekend en voor de komende tijd. Linda, kun je daar misschien eventjes een antwoord op gaan geven? Voor dit weekend was eigenlijk alleen vrijdag. We hebben de actie geopend. Mijn stem is niet helemaal meer goed. En toen hebben we de actie geopend, maar dat hebben jullie gezien. En zaterdag, gisteren, hebben wij nog een klus gedaan bij Kiek Wat Wat. Dat is een wagen en daar hebben wij de radiateur vervangen. En daar zijn ook foto's van, dus die gaan mensen nog wel zien bij ons op de Facebookpagina. De komende tijd gaan wij, 8 september hebben wij onze eerste klus. En dat is bij Bakkerij Meinders. Dat is nog een beetje een verrassing wat we gaan doen. Dus daar kan ik nu nog niet te veel over vertellen. En daarna hebben wij echt allerlei verschillende klussen. Bij de Plusmarkt, bij Calimero pizza's bezorgen. Bij Bilsbar, achter de tap, bij de haven. Echt van alles gaan we eigenlijk doen. En dat is allemaal te zien op onze website www.klusjevrouwenmarkloop.nl. Ik meteen een stuk aan promotie voor jullie zelf en dat doen jullie heel goed. Maar hoe is dit idee eigenlijk nu ontstaan? Want welke opleiding hebben jullie hiervoor gedaan? Of geen één? Want Edith Stijn, Pabo in Hengelo, dat is, dan word je gewoon juffrouw. Ja, nee, we hebben hier geen opleiding voor gevolgd. Dat is gewoon pure animatie vanuit jezelf. En waarom in één keer Serious Request voor het Glazen Huis in Enschede? Maar nu zijn jullie de klusjesvrouw van Markelo. Wiens idee was het? Eigenlijk een beetje samen. Want het Glazen Huis stond vorig jaar in Leiden. En dat zagen wij op televisie. En toen dachten wij van, nou, volgend jaar staat hij in Enschede. Dus hoe leuk is het om iets te doen vanuit Markelo voor het Glazen Huis in Enschede. Dat is mooi dichtbij. En dus wij waren een beetje aan het brainstormen van wat gaan we nou doen, want we willen wel iets doen en iets leuks verzinnen. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee van de klusjesmannen, want dat was ook elke keer op televisie en dat vonden we eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Dus eigenlijk een beetje op die manier is het gegaan. Op die manier is dat gegaan. Jullie hebben een aantal meiden, een aantal vriendinnen uit Markelo ook wel achter zitten. Hoe ziet het voor hun eruit? Want een promo maak je wel met z'n allen, neem ik aan. Ja. Nou, we gaan de klussen zoveel mogelijk wel met z'n tweeën doen. Maar bij sommige evenementen hebben we wel wat meer hulp nodig. Dus op 7 oktober is het evenement bij Bilsbar. En daar gaan echt heel veel meiden en ook jongens ons allemaal bij helpen. Dus dat is echt hartstikke leuk. Dus dat ziet er wel heel erg profi uit, hopelijk meteen voor jullie. Hebben jullie ook voor jezelf bedacht hoe je met Facebook de komende tijd omgaat? Want je kunt wel heel veel dingen erop zetten, maar... Nee, daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. De social media, want daarmee pak je natuurlijk nog veel meer mensen. Ja, we zetten eigenlijk elke keer alles erop. Dus alles wat een beetje leuk is om te lezen voor mensen, wat wij denken wat leuk is, dat zetten we er eigenlijk op. En af en toe een beetje veel foto's en al onze klusjes, daar maken we ook wel foto's van. En dat zetten we er ook allemaal wel op. Dus alles is via Facebook gewoon hartstikke goed te volgen. Dan is het het volgende, want ik vroeg jullie al naar jullie opleiding hiervoor. Zijn jullie allebei op dit moment zonder werk? Nee, we werken ook allebei nog, fulltime. Dus, fulltime, hoe oud zijn jullie ondertussen? Want, 28 allebei. Allebei 28, moet je nagaan. We hebben nu ongeveer anderhalve baan. Dus, ja. Jullie hebben anderhalve baan, je bent 28 en ook allebei voor de klas dan? Nee, ik werk bij de IND. Ik weet niet of je dat kent. IND. Ja, ik ken wel ING, maar IND is weer iets. Het is Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle, werk ik. En jij staat wel voor de klas, want je hebt... In Markelo bij de zwaluw sta ik voor de klas. Oh, wat leuk. Juffrouw loopt ook door het dorp heen. Hey, wij hebben namens 3 Mobile, dat is ons eigen bedrijf, hebben we aangeboden om jullie dus goed in de kijker te zetten. Wij gaan proberen om jullie zoveel mogelijk wel overal te volgen. Kunnen jullie even aangeven wat het streven is tot aan 22 december als jullie in Bil nog één keer alles uit de kast gaan halen? Het streefbedrag. Op streefbedrag is op dit moment 10.000 euro. En wij verwachten daar eigenlijk al wel een beetje overheen te komen. Daar hopen we echt heel erg. Daar ga je al een beetje vanuit. Je probeert natuurlijk op allerlei leuke manieren. Jullie hebben al een hele rij aan klussen opgenoemd. Zoals het er nu naar uitziet, komen daar dus verschrikkelijk veel klussen nog wel bij. Gaan jullie ook buiten Markelo?
Nee, we houden het wel in Markelo. En op zich zijn ook de klussen al wel redelijk volgepland. Dus er kunnen niet heel veel klussen meer bij. Want we moeten dus alles in de vrije uurtjes doen. En nu is het bijna elk weekend... Wacht even. Vrije uren. Fulltime baan allebei. We gaan toch niet 24 uur economie draaien? Nee, de weekenden. Zaterdag en zondag en vrijdagavond in de horeca. Maar verder... En daar zijn jullie vriendjes ook heel blij mee? Nou, af en toe. Af en toe, maar ik heb nog helemaal niet gezien dit weekend. Nee, niet zo heel veel, maar nee, dat gaat wel goed. Ze vinden het ook allemaal wel leuk. Ze vinden het allemaal wel leuk. Heel veel goodwill van de Markelsen eigenlijk. Jullie krijgen wel heel veel leuke reacties al, hoor ik zo her en der. Ja, hele leuke reacties. Allemaal mensen met een bandje of zo die zeggen van oh, wij willen ook wel iets doen voor jullie goede doel. En ook mensen die zeggen gewoon van als we jullie kunnen helpen, dan willen we hartstikke graag. Ja, dat is echt heel leuk. En al die kinderen die al meededen, elke keer als je het liedje hoort, overal dansen en overal zie je de shirtjes weer terugkomen. Dus we hebben wel het gevoel dat iedereen er wel redelijk druk ook mee is. Dus dat is wel heel leuk. Druk mee en om is. Nou is het natuurlijk heel erg snel als je met 3FM een beetje in contact komt. Aantal goede DJ's en ook wel het landelijke punt voor radio en tv. Naar 3FM is natuurlijk vooral het radio gebeuren. Maar je gaat wel bekendheid ook in Nederland pakken als je dit heel goed aanpakt. Heb je dat al een beetje gerealiseerd, Linda? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want wij waren eigenlijk best wel klein begonnen en het was ook niet de bedoeling dat het zo groot zou worden. Dat was in ieder geval niet onze insteek. Het is wel heel leuk dat het allemaal zo goed opgepakt wordt en dat iedereen er mee wil werken en het eigenlijk zo groot maakt. Want we zijn echt wel afhankelijk van alle mensen om ons heen. Maar nee, landelijke bekendheid, daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Ja, misschien even op die dag zelf, als we naar het glazen huis gaan, dat misschien nog even iets in beeld komt. Maar verder, denk ik. Ik denk dat meteen door. Want Dini Ebbekink, de voorzitter, scheidend voorzitter dit jaar van het Dorpsfeest van Markelo, die heeft jullie al een x-aantal keren in het stukje introductie richting jullie toe genoemd. Nou is zij ook wel met heel wat mensen en ook Irma van Bilsbar in contact met BN'ers. En die horen allemaal jullie naam. Dus misschien zegt de naam Rob Tony jullie wat van Slam FM. Nou, die heeft gisteravond hier in Markelo, in de kelder, heeft hij gedraaid. En die heeft toch 3 keer over jullie naam genoemd. Als zijnde, geef geld, geef guld, donaties richting de klusjesvrouw van Markelo. Ja, dan staat zometeen Rob Tony naast je. En dan moet je wel, volgens mij, een beetje van wanten weten. Oh jee, dat weten wij helemaal niet. Dat weten wij. Ja, en daar hebben wij nog niks van gehoord. Nee, nou ja, dan gaan we ons best doen. Dus laten we zo zeggen, de promo die wij voor jullie gaan maken namens de Stream Mobile, die gaat wel heel erg richting veel kijk op jullie zaakje. Maar laten we het zo afspreken, gaan jullie gewoon keihard aan de gang en laat zoveel mogelijk van jezelf horen. Die 10.000 euro, daar gaan we gewoon overheen. Ja, daar gaan we voor. Ik ben het helemaal met je eens. We gaan misschien wel voor dubbelen. Nou, voor dubbelen, want wij hebben heel even kort, Apollonia en ik, gesproken met Irma en Dini. En het streefbedrag van vorig jaar in Leiden, dat halen we natuurlijk gemakkelijk. Of tenminste, daar gaan we overheen. Maar weten jullie nog wat in 2 minuten tijd in Leiden vorig jaar gebeurde? Hoeveel miljoen euro er nog bij kwam? 2 minuten tijd. Op het einde nog? Nee, dat weet ik niet precies. Het was in totaal 8.000. 8, nog iets, dat weet ik wel. Maar. Nou, 8.000, 8 miljoen nog wat. In 2 minuten tijd, 2 miljoen. Oké, ja, nou wij gaan het in 2 minuten niet redden. Maar. Jullie gaan in 4 maanden tijd gewoon over die 10.000 heen. Ja, wij denken wel dat we er overheen gaan. Nou dames, we doen er even een high five erop, want dat is... Tik hem aan. Zoals u nu wel begrijpt, deze twee fantastische klusjesvrouwen uit Markelo gaan hier een ongelofelijke actie ingooien. Zij zijn gebrand op heel veel succes, binnen Markelo vooral. En uiteindelijk om het glazen huis in Enschede een warm hart toe te dragen. Dus helpt u ze mee, 10.000 euro of het liefst nog veel meer. Want wat het goede doel was in Enschede...
Tegen kindersterven. Tegen kindersterven. Nou, dus eigenlijk mag er geen één kind om een onnodige reden sterven. Dus helpt u alstublieft mee om deze fantastische dames uit Markelo te helpen. Doneer gul. En we zien uw komst graag tegemoet. Kom dus ook naar Enschede en kom naar Markelo, absoluut Markelo, om hier ontzettend veel goodwill mee te kweken.